Minister Gilmore, hoofdraad van Financiën, is ervan overtuigd dat hij de wet op de staatsschuld niet heeft overtreden met de leningen die hij namens de staat heeft gesloten. Dat zei hij gisteren op een openbare commissievergadering in DNA. Op agenda stond de behandeling van de wet op de staatsschuld. Volgens hoofdraad vaart hij altijd op het kompas van een team van zijn ministerie dat nauw samenwerkt met het Bureau voor de Staatsschuld. Dit bureau houdt controle zodat hij niet buiten de wet treedt. Het is belangrijk om te begrijpen dat wij onze schulden kunnen betalen. We hebben in de moeilijkste dagen van de crisis, met een drop van 10% van het BBP in 2 jaren, weet u dat we het heel erg moeilijk hebben gehad. Maar de moeilijkheid was slechts te meten in een paar dagen speling wanneer wij onze verplichtingen moesten voldoen. Maar voor de rest is dit de regering met een zwaar sociaal programma, met zware sociale investeringen, toch nog bezig was om lonen te proberen te verhogen, koopkracht te versterken via verschillende manieren van subsidies, maar toch altijd, ja, altijd keek naar het kunnen voldoen aan al haar leningsverplichtingen. De minister benadrukt dat leningen noodzakelijk zijn om projecten en beleidsmaatregelen te kunnen continueren. Als voorbeeld noemt hij Kenia, waar recentelijk het schuldenplafond is verdubbeld, omdat de uitvoering van infrastructurele projecten dreigde vast te lopen. Ik draag een heel warm hart toe aan het schuldsaneringsplan. Wij zijn druk bezig daarmee geweest. Daarnaast ook in onze meetings met het IMF is altijd de issue van schuldmanagement. De projecties die worden goed uitgegooid. Er is optimisme van beide kanten ten aanzien van schuldvermindering in de toekomst, omdat de zware investeringen die in de periode van de crisis zijn geweest en ook nodig zijn geweest, zoals de Newmont, zoals die raffinaderij, die beginnen hun resultaten te geven. Begrijpt u? Ik kreeg het heugelijk nieuws in een meeting met IM Gold dat deze week voor het Saramacca project de eerste 3000 ounces, uit Saramacca zullen worden gehaald. Ik begrijp dat het een heugelijk feit zal zijn op 31 oktober. En het zijn 3000 ounces voor dit jaar, maar de productie, de goudproductie van IM Gold, die op 260 was dit jaar, men geeft aan 260.000 ounces, sorry, dat we gaan naar minstens 315.000 ounces volgend jaar en daarnaast 2021 naar minstens 360.000 ounces. Minister Gilmore, hoofdraad van Financiën, gisteren in DNA op de commissievergadering over de wijziging van de wet op staatsschuld.